De voorpartij is afgedeeld in drie delen. Al het haar is licht gekruld met de krultang. Het kruingedeelte kam ik licht tegen. Kam het netjes glad en zet het vast met een klem. Ik haal er kleine plukjes tussenuit. Daar zet ik steekspeldjes omheen. Beetje haarlak erin en laat het drogen. Dan zet ik hem vast. De helft van de staart en een nieuwe pluk draai ik naar rechts en dan gaat rechts over links. Andere kant draai ik de plukken naar links en dan gaat links over rechts. Van beneden naar boven haal ik kleine plukjes los. Dan de zijplukken. Ik twist ze omhoog, trek een paar plukjes los en zet hem vast met een schuifspeldje. Ik gebruik steekspeldjes om alles netjes te maken. Ook hier gaat haarlak op voordat de speldjes eruit gaan. Als laatste de voorste pluk. Kam hem licht tegen, maak de bovenkant mooi glad, draai hem omhoog en trek voorzichtig wat plukjes los. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!